Ja. Nee, ik ga gewoon zo zitten. Oké, jullie hadden iets gevraagd om over de wiki's te vertellen. Jullie hardware. Nou, even mezelf voorstellen. Ik ben Steve Swiggers. Ik heb een opleiding in België gehad als burgerlijk ingenieur-architect. Dus eigenlijk was hier in Nederland de TU-opleiding. Ja, architectuur. Afgestudeerd op stedenbouwkundig project. En ik ben in Arnhem medeoprichter van het departement Tijdelijke Ordening en Transitieteam. Wij houden ons bezig met hoe leegstand als een stedenbouwkundig instrument kan ingezet worden in de stad. En ik ben lid van Wikihouse NL. Wat ik wil over hebben is eigenlijk de achtergrond. Ik vind het eigenlijk belangrijk om te kijken van waar zo'n, denk ik ook zo'n makerspace of zo'n Bitcoin of zo, waar het eigenlijk vandaan komt. Want het heeft een soort van waarom gebeurt zoiets nu? Vind ik eigenlijk wel belangrijk, zeker als je het hebt over het Wikihuis. Algemeen iets zeggen over Wikihuis CC, dus de grote community. Wikihuis NL en wat voor jullie dan denk ik ook belangrijk is van hoe ga je nu mee aan de slag? Nou, de achtergrond heeft heel vaak te maken met, ik ben 2 jaar geleden. Ik heb een boek in mijn handen van The Third Industrial Revolution van Jeremy Rifkin. En dat beschrijft eigenlijk heel mooi waarom we in deze tijd zitten. En in zijn beeld zijn er 2 belangrijke onderwerpen. Je hebt als je nieuwe communicatie hebt, een nieuwe soort communicatie en je hebt een soort nieuwe energiebron, als die twee samen in de tijd zitten, dan krijg je een nieuwe industriële revolutie. Je had vroeger steenkool en de boekdrukkunst. Had je de eerste, dan heb je de olie. En telefoon en televisie, en dan had je de tweede. En nu zegt hij van kijk, nu heb je het internet en je hebt hernieuwbare energie. En omdat die twee nu samen heel sterk worden, krijg je gewoon een nieuw soort revolutie. En daar zitten we nu aan het begin van. Dat is eigenlijk de theorie. En eigenlijk al die industriële revoluties die gaan in een soort van evolutie. Er is wel een hele kleine crisis, maar dan ga je gewoon van steenkool over naar olie en dan moeten machines veranderd worden bijvoorbeeld. Wat er nu zo heel bijzonder is, is dat er ook een soort milieucrisis bij komt. Dat heeft natuurlijk te maken met die olie en die steenkool. En je hebt dan nog eens de bankencrisis. En daar krijg je nu echt een hele speciale situatie. En gaan er dingen veranderen? Om enkele te noemen, je gaat van eigendom, ga je nu naar open source, je gaat van bezit, wat vroeger heel belangrijk was, is nu kennis gewoon veel belangrijker geworden. En al dat soort verschuivingen gebeuren. En een jaar of zo geleden werd ik benaderd door de HAN, de Hogeschool Arnhem-Nijmegen. En die vroeg van, nou, we hebben een soort nieuwe afdeling, Building Innovation, van hoe denk jij of hoe denken jullie als transitieteam ook dat de transitie gaat plaatsvinden in de bouw? Want het is een heel log apparaat en hoe krijg je daar nu beweging in en wat gaat er veranderen? Nou, toen hebben we een soort schema voor hen opgesteld van, kijk, je gaat van high-tech naar low-tech, je gaat van grootschalig inderdaad naar kleinschalig, dus grote gebouwen en vooral je gaat van hele grote investeringen, nu naar meer kleine investeringen, naar crowdfunding. En mensen willen het gewoon veel meer zelf gaan doen. En eigenlijk, als je al die dingen bij elkaar optelt, dan kwamen wij op een bepaald moment bij het Wikihuis, dat een jaar geleden of zo begon in de belangstelling te komen. En wat het Wikihuis dan precies is, dus als je het filmpje gaat kijken van Alistair Parvin, die is zeg maar de uitvinder of degene die het in ieder geval naar voren gebracht heeft om een Wikihuis-principe. Eigenlijk moet je het gaan vergelijken. Wat Alistair Parvin heeft gedaan, is een soort van gemeenschappelijke taal ontwikkeld voor een beweging die internationaal aan het groeien was. Er zijn heel veel mensen die iets met hout gedaan hebben en een nieuw bouwsysteem. Alleen hij heeft een soort van taal ontwikkeld, net zoals je Android hebt. En op basis daarvan een Maar je soort. bedoelt dat hier net zoals met FabLab. Ik bedoel, FabLab is ook een soort van dit naamje Ja. voor een werkplaats. Zeg maar. En bedoel je dat hij heeft die technische taal ontwikkeld? Of is het Na de manier dat allebei. hij meer, hij heeft een soort van Ja. ideeën neergezet en dat zeg maar gepusht, waardoor. Na allebei. Hij heeft heel letterlijk een soort van techniek ontwikkeld. Een soort van principes. Straks ook een soort van houtverbindingen die toelaat. En een principe van kijk, het moet allemaal handelbaar zijn. Dus je moet vanuit standaard plaatmaterialen. Hij heeft ingespeeld op die CNC-technologie die nu echt openbaar beschikbaar werd. En daar heeft hij een taaltje mee ontwikkeld. Kijk, er is nog iemand anders in Nederland die ook met bepaalde houtverbindingen huisjes maakt.
Alleen, dus niet, hij heeft er geen platform voor ontwikkeld. En wat Alistair Parvin heeft gedaan, is eigenlijk ook gebruik gemaakt van die nieuwe communicatie waar Jeremy Rifkin dan van sprak. Ja, dus om het aan te zeggen, hij gaat over van open, uitwisselbare standaarden. Ja, hij heeft een TED-talk gehouden. Ja, dat is gewoon sowieso wereldwijde publiciteit. Hij heeft ondertussen een community opgericht, een platform waar je dan open source dingen kan delen. Dus er zijn gewoon heel veel mensen op zijn platform gaan staan, met als gevolg dat zo'n platform ook gewicht krijgt en leuk is. Kijk, als je open source hebt, maar je hebt 1000 communities, dus heeft veel minder kracht dan dat je gewoon één community hebt waar al die mensen dezelfde kennis op concentreren. Dus het is net hetzelfde als met die 3D-printers ook. En vroeger bijvoorbeeld de videocassette. Kijk, als je Betamax hebt en je hebt VHS en je hebt 5 verschillende platforms, heeft veel minder kracht dan dat er één platform gecreëerd wordt waar mensen samen over gaan nadenken. En dat is eigenlijk wat hij gedaan heeft. Hij heeft 2 dingen aan een platform gemaakt en een soort technische taal ontwikkeld. En daar zijn nu mensen op aan het verder denken. En hij had gewoon gezegd, ja, 3 principes van don't build, go small and go amateur. Van don't build, van kijk, de eerste oplossing als architect is niet meteen van ga bouwen, maar is gewoon van bedenk strategieën. U moet filmpje echt eens bekijken, maar hij had voorbeeld gegeven van kijk, een school die vroeg om een nieuw schoolgebouw te ontwerpen, want de gangen waren te smal. Ja, toen had hij gezegd van, ja, die gangen zijn te smal. Je kan ook zeggen van dat niet al die klassen tegelijkertijd in die gang moeten gaan lopen. Dus je maakt gewoon 5 schoolbellen. En de ene schoolbel loopt af om 4:15 en de andere om 5:30. En ik bedoel, dat is een andere manier van nadenken. Je hoeft niet meteen te gaan zeggen, ik ga bouwen. Net als dat een van de redenen wil in Nederland dat iedereen precies om 9 uur op kantoor begint en om Ja. 5 uur eindigt. Ja. Wil iedereen op precies hetzelfde moment Ja. de snelweg op. Dus dat was al als architect zeggen van kijk, je hoeft niet meteen bouwen. Dat is al een enorme stap. Een ander was van go small. Hij zegt van nou, nu volgt de vorm eigenlijk de finance, vorm follows finance. Die gezegd van nou, dat kan u niet meer, het is ook crisis, dus begin met hele kleine stapjes te bouwen. Dat is natuurlijk ook het principe van Wikihuis, begin gewoon met kleine stapjes. En dan groeit het wel. Een ander ding was go Ja, amateur. want dat is toch eigenlijk ook ja, het idee van Wiki werd Ja. verzonnen. Dat je even snel even iets in elkaar prutst, om het even heel bond te zeggen. Ja. Maar dat je niet zozeer eerst heel erg lang gaat Nou, nadenken over een grote gewoon web, doen. maar je doet snel iets. Ja. En het vergt wel heel erg veel onderhoud, dat vergeten mensen Ja. altijd. Maar een wiki is bijna per definitie vrij van vorm, zeg maar. Ja. Dat, ja, die Nee, en vorm ook waar hij zegt van go amateur, van gewoon ja. kijk, de meeste nieuwe technologieën worden vanuit soort piraterij ontwikkeld, Ja. als je er goed naar gaat. Er is zo'n boek piraterij. Dat zijn vaak En dat is, technologieën ook. Ik ja. bedoel, bedrijven, daar vindt weinig innovatie plaats. Ja. Dus van daaruit is hij vertrokken. En ja, wat jij nu net zegt van wiki, komt uit Hawassiaans en dat wil gewoon zeggen van snel en bewegelijk. Dus al die wikisystemen zijn inderdaad zodanig dat gewoon heel snel ergens naartoe kan vloeien. En daarom heeft hij het ook Wikihuis genoemd. Maar de definitie die op de website staat is ook gewoon: het is een open source construction set. Dus het is een techniek, maar het is vooral een platform. Het is gewoon een. Maar het gaat wel vooral over huizen, zeg maar. Ik bedoel, Ja, kijk, hij hij heeft is een. wel gezegd van we zijn Ja. hier geen auto bouwen. Nee. Daarom begon ik het verhaal met de Han. De Han heeft op een bepaald moment gezegd vanuit building technology: van hoe vindt die beweging plaats in de bouw? En Alistair Parvin is een afgestudeerd architect en die op een bepaald moment ook begon na te denken van waar ben ik nu in godsnaam mee bezig? Hoe zou de bouw kunnen veranderen? En daar heeft hij over gaan nadenken, daar heeft hij het Wikihuis-principe voor bedacht. Dus het is puur vanuit de bouw. Kijk, een autobouwer gaat er weer anders naar kijken. En iemand die encyclopedieën bedenkt, die bedenkt Wikipedia. Ik bedoel, dus het is echt wel vanuit de bouw bedacht. Zo heeft hij Wikihuis opgericht. En ja, het is gewoon een open source zelfbouwconcept, een open platform. En de hele kennis die zit gewoon in het delen en in het laten groeien. Kijk, het bestaat nu ja, ongeveer 1 jaar, 1,5, 2 jaar. En we zitten nu inderdaad in een soort beginstadium. Maar je ziet gewoon die gemeenschap groeien. Er is ondertussen eentje in. Naar Spanje staat het al vrij ver mee, maar er is er nu ook eentje in Nieuw-Zeeland, in Rio. Dus er ontstaan allemaal van die communities die aan dit idee gaan Ik zag verder werken. allerlei op de website
Nee. Online bezoeken wereldwijd. Ja. Helaas niet lokaal, maar... Ja, toen wij op de gevelbeurs stonden, toen waren er mensen uit Duitsland. Dan zou je zeggen, kijk, Duitsland, die zijn toch ook al redelijk ver. Maar daar was nog geen Wikihuis-idee. Dus daar moet het eerste chapter nog echt opgericht worden. Kijk, misschien zijn er al mensen bezig hoor, met een idee van zelfbouw, alleen niet vanuit een gemeenschappelijk platform. En de kracht zit hem nu juist dat je nu vanuit heel de wereld mensen kan laten meedenken. Want het Wikihuis is eigenlijk een casco. Daar moet ook nagedacht worden over... Nee, het is een techniek en het is ook niet meer dan een casco, een structuur dat je maakt. Maar er moet nog iets bedacht worden over gevels, hoe ga je technieken erin verwerken. En doordat er nu zo heel veel mensen bezig zijn, komen er van alle kanten oplossingen aan. En dat is het grote idee erachter. En daarom is alles ook onder die Creative Commons license ontwikkeld, zodanig dat het gedeeld mag worden. Is het share-alike by? Je mag het delen. In de chapter volgens mij staat nu ook opgenomen dat je het wel niet voor commerciële doeleinden bijvoorbeeld mag. Dus van die vier... Dat niet. Maar dat is wel heel... Ja, nou, dit is inderdaad de vraag hoe strikt je daar moet mee omgaan. Van, kijk, ik bedoel dan, ja. Ja. Ik heb me niet helemaal verdiept in die Creative Commons... Open source definities. Nee. Ja, ik weet niet welke van de zes licenties zeg maar echt onder die Creative Commons valt voor Wikihuis. Ik denk dat Vincent en Marijtje daar misschien meer van weten. Nou, maar je ziet inderdaad dat er nu heel veel van die dingen... Dit is volgens mij ergens in Groot-Brittannië, dus waar Alistair van vandaan komt, is er eentje gemaakt. Ja, je ziet dat zelf in het midden. Dus je ziet ook dat heel veel scholen er inderdaad opspringen als een soort van onderzoeksobject. Dit is geen balsa hout. Nee, het is multiplex 18 mm hout. Dat is de basis waarmee je werkt. Ja. Dus hij heeft echt ook gekozen voor een basismateriaal. En ja, het heeft ook te maken met dat het draagbaar is. Straks komen we wel bij een paar design principles, zoals hij het noemt. Ja, maar ik had ook namelijk indruk. Oh, dat is wel grappig. Ja. Dat het ook kleinschalig in de zin van dat het zag er best wel makkelijk uit. Ja. Ja, het is heel makkelijk. Wel veel onderdelen, ja. Maar apart zijn het lichte dingen. Dus ja. Ja, dat is een van de design principles. Ja. Het moet gewoon, het is bouwen voor dummies. Zijn ding was ook van, kijk, als architect ben je, een van zijn uitspraken is van, als architect ben je voor 1% van, je bent zelf maar 1% van de bevolking, maar je bent voor 1% van de bevolking kan bouwen. Want dat zijn mensen die dan voor anderen huis te gaan maken. En hij zegt van, iedereen moet ontwerper zijn. Dus iedereen moet ook kunnen bouwen. En dan moet je geen cursus voor gaan volgen. Maar moet je gewoon een techniek ontwikkelen dat iedereen snapt. En wat je ook bijna niet fout kan gebruiken en dat je gewoon zelf moet kunnen hanteren. En zijn Wikihuis idee gaat er eigenlijk vanuit dat je met twee mensen iets moet kunnen bouwen. En je moet het kunnen verplaatsen. Want straks komen we bij die design principles. Je ziet ook al dat vanuit hetzelfde principe van gewoon standaard materiaal 18 mm multiplex, dat daar ook meubels meegemaakt worden. Is dat gewoon standaard in de winkel? Is dat een soort van Wikihuis? Ja, dit is bijvoorbeeld, heel veel van die meubels kan je vinden op, ik denk, opendesk.org of zo. Daar kan je gewoon meubels downloaden en dan moet je gewoon een... Je moet er gewoon, bijvoorbeeld, ik heb een vergadertafel gedownload en je kan ze niet zomaar downloaden, je moet hen mailen en dan krijg je die bestanden toegestuurd. En daar zit dan een formulier bij waar je vergadertafel een foto van neemt en dan terug naar hen opstuurt. Zodanig dat zij die weer in een soort van community kunnen gooien. En als je daar iets aan verbetert, dan geef je het ook weer terug en dan deel je het met anderen. Dus het zijn gratis ontwerpen. Maar je kan er iets voor terug doen. Nou, dan zijn er nu inderdaad helemaal verschillende. Je hebt in Rio... heb je er eentje, je hebt in Nieuw-Zeeland eentje, je hebt in Spanje. Heb je ook wel een soort van FabLab Wikihouse principe, alleen weet ik niet of dat ze echt onder die Wikihouse chapter zitten. En in augustus is dan het Wikihouse NL chapter ondertekend. En dan ondersteun je mee het Wikihouse principe. Dat is ook een soort van Creative Commons contract dat je dan krijgt. En op zich vind ik dat wel belangrijk, want net zoals ik zeg, als je met heel veel mensen
over allemaal verschillende dingen aan het nadenken bent, dat is minder sterk dan dat je gewoon met heel veel mensen over één ding aan het nadenken bent. En het idee, denk ik, van ook zo'n chapter nationaal overal te gaan maken, is gewoon om die kennis te kunnen concentreren. Ja. En ook dat iedereen elkaar makkelijker kan terugvinden. Dat is ook een beetje wat ze hier in het FabLab... FabLab is ook zo'n soort principe uiteindelijk. Ja, ze hadden vorig jaar alles hier een FabConferentie. En toen was het idee toch ook dat jullie zeg maar zorgopleiding bij hielden. En dat jullie zeg maar jullie kennis zoveel mogelijk vastlegden in documenten, zeg maar. Zodat het ook weer voor andere FabLabs bruikbaar was. Ja. En zodat het niet zeg maar alleen maar hier bleef hangen, maar ook. Nou, Vincent, nou eigenlijk moet beginnen volgens mij bij Marijtje. Marijtje die zegt van kijk, ik wil een soort tuinhuis maken en hoe kunnen we dit nu op een goede manier maken? En is bij Vincent terechtgekomen en dan zijn ze samen met het wikihuisprincipe van hey, er is wel een leuk principe dat er heel goed bij past. En ze hebben dan het wikihuis chapter opgericht. En ik kende Vincent nog van vroeger. Ik heb met Vincent ooit een onderzoek gedaan. En ik was toen parallel net met de HAN en met het transitieteam mijn Wikihuis bezig. Ondertussen is er een soort van groepje ontstaan waar ook Jan-Willem de Groot bij betrokken is, ook architect. En Hugo Meiland, die ook in Leiden zit, want eigenlijk is alles geconcentreerd in Leiden en in Arnhem. En is er nu een soort vast groepje ontwikkeld, maar ja, het is Wikihuis, dus er zit... Je hebt een groepje die nu dingen aan het organiseren zijn, maar de bedoeling is wel om het zo breed mogelijk te maken, zodanig dat zoveel mogelijk mensen binnen Nederland dan hun kennis kunnen gaan delen. Dus dat is nu de opzet, er is in augustus vorig jaar mee gestart. En dit is eigenlijk wil je een soort van platform zijn waar je kan samenwerken, elkaar informeren, dingen met elkaar kan delen, elkaar gaat verbinden vanuit zo'n wikihuisprincipe. En wat was Wikihuis NL ook nog doen, is advies geven aan mensen, eventueel begeleiding van mensen die een Wikihuis ontwerp willen. En we kunnen ze daarin begeleiden, het geven van workshops en lezingen. Ondertussen is er ook echt een reëel Wikihuis gebouwd. Het staat nu in Leiden in een... na die training in Arnhem. Ja, ja. Nou, in principe is dat Wikihuis eigendom van de HAN, van de Hogeschool Arnhem-Nijmegen. Zij gaan het als platform gebruiken om bijvoorbeeld ook elektrotechniek op te ontwikkelen. Van hoe ga je bijvoorbeeld zonnepanelen op woningen zetten? En het Wikihuis is daar echt een platform. Ze gaan dit gebruiken. Maar voorlopig staat dat Wikihuis nog in architectuurcentrum in Arnhem. Het Wikihuis Leiden is gemaakt in functie van de gevelbeurs. Maar is in principe nu een reëel Wikihuis dat vrij gebruikt kan worden. Nou, je moet rekenen, het grootste gedeelte van je kosten gaan nu nog altijd zitten naar de CNC manufacturer zelf. Ja, dus, de snijenergie. Dus je moet rekenen dat je ongeveer op €100 per paneel gaat zitten. En bijvoorbeeld het Wikihuis waar je het filmpje van gezien hebt in Arnhem bestaat uit 40 paneel. Dus de technologie is nog duur, maar dat heeft inderdaad te maken bijna met die oude technologie of met de oude structuren. Kijk, als je nu zelf een CNC-machine zou hebben, dan halveer je die prijs. Ja. Dus ik heb nu bijvoorbeeld zelf een... Ja, je bedoelt omdat je dan een minder hoeft te doen. Ja, dus ik heb nu laatst een tafel laten maken. De helft van die 100 is eigenlijk duur en de andere helft is de brandweer. Ik heb nu een tafel laten maken van 3 bij 1,5 meter, of die wil ik laten maken. Nou, die kost met €1000. Ja. Maar als je gaat kijken naar hoe die prijs verdeeld is, dan zit er €300 in het plaatmateriaal. En de rest is in het, omdat ze in de fabriek moeten ze nog onderdelen tegen elkaar lijmen. Ja. En moeten ze gewoon de snijkosten rekenen. Ja. En dus daar zit... Kijk, je kan het veel goedkoper maken en dat is ook het idee dat je gewoon je eigen CNC-machine hebt. Ja, net zoals je hier in FabLab je 3D-printers. Ja. En je zit hier nog een schaal groter te werken. Maar ondertussen zijn er ook CNC-printers die zelf bouw zijn. Net zoals Ultimaker. CNC-snijders? Ja, het is een frees. Het is een soort boordje dat heel snel ronddraait. En dat door je hout gaat. Je hebt ook watersnijders. Maar ik bedoel, het is niet... Het is, het,
kerven. Ja. Maar het is geen print in de zin van. Ja, het is Drukt door. het niet af, zeg Nee, maar. het is door en door, print, door Ja. en door print eigenlijk. Dus je gaat door en door snijden. Je gaat met een boordje. Het is een soort grote. Zoals printers vroeger Ja, werkten. Zoals een kunstenaar uit Ja. een bloksteen een Ja. iets wil, maar ik bedoel dat noem ik geen printen in de zin Ja. van printen. Nee, het is negatief print Ja, eigenlijk. ja, Ja. ja, oké. Dat is het idee. Nou, we zijn ook bezig met dingen te ontwerpen. Een van die dingen is natuurlijk tuinage. Maar we zouden in principe verder kunnen gaan door nog andere dingen te gaan ontwerpen. Dit is toen in elkaar gezet door enkele studenten. Wat toen gebeurde, ik had het ontwerp gedownload. Daar zal ik straks op ingaan hoe je dat doet. Dan heb ik een korte handleiding geschreven, heb ik het 15 minuten uitgelegd aan 8 studenten. En 3 uur later hadden zij heel die puzzel gemaakt. Het is een soort 3D-puzzel. Elk Oké, okay, want het onderdeel. is ook allemaal zoveel mogelijk als legpuzzel, zeg maar. Ja, het is ook, elk onderdeeltje heeft een nummer. Nou, En dat echt zet een IKEA-concept. bijna wel, ja. Oké. Okay. Het hele huisje dat je daarnet zag, eens even teruggaan. Dit huisje past gewoon allemaal netjes in een boedelbak. We hebben het ondertussen nu al 5 keer, denk ik, uit elkaar gehaald en ergens opnieuw opgezet. In het provinciehuis in Arnhem heeft gestaan. Het heeft ondertussen op een dak van een bibliotheek gestaan. En zit er geen enkel onderdeel in wat zonder dat er bepaalde dingen kapot Ja, ja een van de 10 design principles is van maak dat het uit elkaar gehaald ja. wordt. En nou, de eerste grootste twijfel was wel van kijk, als je multiplex 5 keer uit elkaar Ja, haalt precies. en je hebt scherpe hoeken en zo, gaan die dingen niet stuk. Maar voorlopig past alles nog perfect. CNC snijden werkt echt ongelooflijk precies. Als jij een millimeter aangeeft, dan is het ook op die millimeter gefreesd. Dus die stukken die passen echt zoals een legpuzzel, perfect in elkaar. Want multiplex is de, ja precies, want dat is niet van dat hout wat van pulvertjes is Nee, gesneden, dus je hebt vezelplaten. ja precies, want dit is wel sterk Ja, spul. en je hebt OSB-panelen. In principe Ja. zou het uit OSB, dat zijn van die grote schilfers, zeg maar, die Ja. zijn nog goedkoper. Alleen als je naar duurzaamheid denkt, duurzaamheid in de zin van kijk, ik wil het nog 5 keer uit elkaar halen, dat je daar dan wel meer problemen mee krijgt. En in multiplex heb je nog verschillende keuzes. Daar wordt nu wel naar gekeken of we geen ander materiaal kunnen gebruiken dat toch meer duurzaam is, want hier zit nog heel veel lijm in principe, Ja, in precies, ja. multiplex. Dus heel veel vragen krijg je toch ook in duurzaamheid. Van kijk, ik ben met mijn principe bezig, dus moet het zo duurzaam mogelijk zijn. Er zijn nu ook fabrikanten die biobased panelen aanbieden, dus dat plantmateriaal. Ja, want ik heb ook Nee. contact gehad met mensen die zijn met een soort probiotica. Dus ja, zeg ik dat goed? Nog niet Ja, van in ieder gehoord, nee. geval schimmelcultures die je dan in Oh. een vorm laat groeien. Ja, Daar dus heb je daar bekend mee? ja, dat zijn die paddenstoelen, Ja, die precies. Ja, miscellaneum of biodesign of ja. zoiets heet dat. Die zijn waarschijnlijk meer geschikt als isolatiemateriaal dan als grondstof. Ja, ondertussen is er Zit nu wel dan één een bureau hoge dat er hoogisolatiewaarde, ja. dus misschien niet zo'n groot trek achter. Nee, Want wat er hier zijn er nu in bekend New is. York is er nu een bureau dat Ecovotive die ook die onderzoek doet naar die isolatiemateriaal, maar die hebben nu voor een soort baksteen gemaakt. En daar is nu een bureau in New York bezig om daar een soort torens mee te maken. Maar gewoon als een soort paviljoen hoor, als Ja. eerste test. Ja. Maar het is inderdaad, ja. Kijk, elk bouwmateriaal, en zeker hier in Nederland, als je het echt We gaat hebben wel een gebruiken beetje voor goede naam. constructies, moet je gaan testen. Ja. En als er nu iets is dat bijna niet te testen is, is het biomateriaal. Omdat daar gewoon, dat heeft geen constante factor. Baksteen is al heel moeilijk te testen, omdat het gewoon anders op vocht. Anders reageert als het vochtig Maar je is of. bedoelt, in Nederland moet je het testen vanwege de regelgeving? Ja. Of je bedoelt, wij hebben hier zo'n weerbarstig klimaat dat. Allebei. Ja, oké. Er Nee, zal wel dat een reden zijn waarom die regelgeving ja. zo streng is, omdat het klimaat waar het heel veel doet. Het moet Ja. onder heel ruime omstandigheden kunnen werken. Want ik zat ook te denken van, als je nou een soort geraamte kunt maken, Ja. kun je dan niet ook gewoon als het ware klimop. Dat graan te laten Ja. groeien, zeg maar, dat je een soort natuur
muren zeg maar, of boompjes zo laten groeien. Goed, zeg maar. Een soort wilgentunnel. Ja, precies. Ja, want bij mij, ik ben opgegroeid in Baren. En daar heb je, maar wij doen dat volgens mij niet, zeg maar. Dus, Ja, in Arnhem is ook zo'n hele lange tunnel gemaakt. Dat is echt zo mooi. Ja, het is een geraamte tweekhuis. Dus kijk, als jij, hier hebben ze nu platenmateriaal als gevelbekleding. Als jij nu zegt van kijk, ik wil zoiets gebruiken om, als een raamwerk voor iets anders, dat kan best. Ja, precies. Dat, want je kunt in feite hoor, die bonsai-boompjes, dat ziet er wel natuurlijk uit, maar het is eigenlijk natuurlijk hartstikke geproduceerd allemaal. Ja. Goed, sorry. Nee, maar dit is voor de gevelbeurt en daar hebben we, de tijd was wel heel kort, heeft Vincent samen met die mensen van de gevelbeurt gezegd van kijk, al die mensen die nu komen, laat hen hun hoofd eens breken hoe je het framework kan invullen straks. Ja. Want kijk, je gaat met hout bouwen, dat heeft enorme voordelen omdat het goed bewerkelijk is en iedereen kan ermee overweg. Alleen als je het straks buiten gaat zetten, dan moet je toch iets met hout gaan doen. Ja. Moet je een huid ontwikkelen of je moet een ander soort basismateriaal gebruiken. En er zijn toen een paar fabrikanten opgesprongen om te kijken hoe kunnen we dit frame van een gevel voorzien. Er is een fabrikant Fassa Panel. Die heeft maar dus er zijn wel echt zeg maar allerlei bedrijven die... Nou, dat is eigenlijk de bedoeling. Kijk, we staan in een soort van begin. Dus dit was een kans om even aan te spreken. Kijk, stel dat er straks mensen echt met dit bouwsysteem aan de gang gaan van... Hoe kan je op eenzelfde wiki-achtige manier en op een zelfbouwmanier daar dingen voor ontwikkelen? Ja, je hebt die shingles, zeg maar, of die gevelbekleding, het grijze wat je ziet. Maar je kan ook bijvoorbeeld inderdaad geen paneelvulling geven en gewoon een raam, net zoals een Velux. Of hier is nu een vrij duur Janse Vis profiel dat erop staat. Maar je ziet dat gewoon. Je gaat van een houten hut, kan je heel makkelijk het glazen paneel. Dat zijn eigenlijk fabrikanten die heel dure vliesgevels maken, maar je kan ook een standaard systeem gaan ontwikkelen om op zo'n wikihuis te gaan zetten. Dus dat is de eerste stap om met andere mensen te gaan samendenken van hoe kan je gewoon een waterdicht huisje maken of een winddicht huisje. Het lijkt mij, je hebt natuurlijk een aantal problemen, dat is eigenlijk altijd met open source, dat het allemaal heel erg algemeen is. Ja. En ik bedoel, ik zou me kunnen voorstellen dat je hebt natuurlijk een standaard ontwerp, maar als heel Nederland dat gaat gebruiken, dan krijg je weer de meidjeshuizen waarop we ons dat lijkt me een punt, en dat lijkt me een punt, tegenwoordig moet het allemaal energie-neutraal. Dat is hartstikke mooi, alleen hoe zorgen, het zou extra leuk zijn als je zeg maar ervoor kunt zorgen dat wat ze nu willen, dat huizen eigenlijk energie gaan opwekken in plaats van dat. Nou, maar het grappige daaraan is dat als je nu kijkt, er worden nu heel veel passieve huizen. Kijk, we hebben jarenlang in beton en baksteen zitten bouwen. Maar het grappige is dat de eerste echte passieve huizen zijn in houtskeletbouw gemaakt. Nou, dus met passief bedoel je die eigenlijk bijna geen energie... Ja, dus dan zie je het dan. Te kijken, als je dan toch die capaciteit en die isolatie wil halen, dan gaan ze toch... Kijk, een houtskeletbouw is gewoon... Ja, bestaat ook al 100 jaar. Als je naar Amerika kan, dan gaat er worden alle huizen in hout. Is dat zuinig? Nou, kijk, als jij een betonnen structuur maakt, dan maak je koude bruggen. Koude bruggen wil gewoon zeggen van als er kou aan de buitenkant komt, straalt het door naar de binnenkant. Dus je moet ergens een soort thermische schil gaan maken. Ja. Dus dan moet je structuur helemaal gaan ontdubbelen. Dus je moet je betonnen draagstructuur of een stalen draagstructuur maken. Dus het hele ontwerp. Dus dan moet je daar isolatie gaan ronddoen. Ja. Nou, isolatie is heel kwetsbaar, dus moet je nog een buitenschil gaan ronddoen. Als je hout hebt, heb je geen koude brug in principe. Ja. Hout glijdt niet op een veel andere manier en kan ook dragend zijn. Dus wat dat betreft is het ook niet zo verwonderlijk om dan... Of is de stap heel klein als je met dit principe vertrekt, om toch straks duurzaam te gaan werken. Alleen, het is een... Kijk, houtskeletbouw zelf is niet totaal nieuw, maar wel het wiki-principe zelf. Dus als jij gewoon grote houten spanten neemt, kan je meteen grote overspanningen maken. Maar dan moet je één naar een bedrijf gaan of een aannemer om die houten spanten voor jou te laten leveren. Plus die houten spanten worden in een grote fabriek gemaakt en moet je weer passeren langs allemaal andere instituten.
principe van tweakiness is dat je dat net niet hoeft te doen. Ja. Maar je zit wel vast aan kleinere houtmaten, dus moet er weer nieuwe oplossingen bedacht worden om grotere overspanning. In Spanje zijn ze daar nu mee bezig, om toch balken te laten maken die samengesteld zijn uit kleinere elementen. Okay. Dit kijk, staat in zijn kinderschoen, dus er zijn... Maar je ziet wel, ja, kijk, je kan dit heel makkelijk isoleren, hè, want het is een spand met een binnenplaat en een buitenplaat. Ja. Daartussen kan je gewoon makkelijk isolatie duwen en je bent bijna klaar. Alleen je merkt dat bij dit principe toch mensen geneigd zijn om te gaan nadenken van, ja, moet ik er nu echt steenwol induwen of kan ik ook nog iets anders bedenken? Bijvoorbeeld zeewier of algen kan je ook heel goed en dat is dan biologisch afbreekbaar. Dus het is niet interessant om in dit principe algen te gaan gebruiken. Dus op die manier ga je toch anders nadenken over, ja, over bouwsysteem. Dus dat is wel het hele leuk aan open source en in deze tijd te gaan leven. Dus dat is op zich wel heel leuk. Ja. En omdat dit een ding is dat bijna van nul terug vertrekt, ben je ook in staat om al die dingen vanaf nul terug te laten. En altijd vanuit het principe, het moet door een niet-bouwkundige ook begrepen en gebouwd kunnen worden. Ja, dit is het... Een oude kaart, die in het centrum, die vertelde ook dat hij altijd gewoon bij het gezondgevochtig huis, zeg maar. Maar hun vloer was van hout, paaltjes. Ja. En hij zei ook, nooit koud. Dus gewoon naar zichzelf, waarom ook weer niet, maar niet koud. Nee. Nou, dit is nu een ontwerp wat Vincent nu aan het maken is voor Marijtje en Mark voor het tuinhuis. Dat komt ook bij jullie in het tuinhuis. Ja, volgens staan doe je dat te maken. We mogen daar 29 meter oppervlakte bouwen. En dat willen we ook zo goed mogelijk doen. En dat moet een heel simpel huisje zijn, maar wel voorzien van straks een keuken. Dat we ook gezien kunnen blijven. Maar dit is in een volkstuin. Ja, oké, want ik dacht eerst even dat het zeg maar als een soort broeikas, maar dat is het niet. Nee, het is echt gewoon een ruimte waarin je dan ook een tafel kan hebben. Kijk, en je kan natuurlijk naar een of ander tuincentrum gaan en daar ook een tuinhuis gaan kopen, alleen dan ben je gebonden aan hun ontwerp. Wil je dat niet, dan stap je in principe naar een architect en dan komt er straks een aannemer bij kijken en die moet daar een fundering maken en weet ik veel. Terwijl nu Mark en Marijtje, die kunnen het straks gewoon helemaal zelf doen. Vincent die stapt naar zo'n CNC-atelier, die maakt het, die levert onderdelen, met de boedelbak rij je naar daar en kan en dan is het nog en, fun ook. En hebben jullie dan ook geen overweging dat bijvoorbeeld mijn zus, campingjes of zo. Ja, daar hebben ze, dat staat vol met een soort van woonwagens. Maar in de winter wordt die hele camping omdraaid. Ja, ik zou me voorstellen, ik weet het niet hoor, maar stel dat jullie dit alleen in de zomer gebruiken. Weet je, als het toch alleen maar staat weggerold in de winter, weet je gewoon, aan het eind van het jaar even een dagje afbreken. Ja. In het voorjaar weer. Ja, dat gebeurt bij die standhuisjes wel. Hè? Ja, precies. Dat zijn grotere panelen die. Dat die intentie hebben. Okay. We willen toch wel graag dat het daar het hele jaar staat. Okay. Alleen het is wel het soort huisje waar je bij mogelijk die tuin van april tot oktober blijven. Yeah. En daarna kan je er wel zijn, maar mag je er niet over wachten. Okay. Omdat dan het water is afgesloten. Oh, ja. Maar we hopen wel dat die het hele jaar staat. Dus we zijn wel op zoek naar deze een solide systeem. Dat die duurzaam is. Dat die in ieder geval de wintersomstandigheden kan ontstaan. En het is ook zo van, kijk, stelt hij nu binnen 3 jaar moet verhuizen, is het op zich geen probleem. Nee, dus het is wel enigszins verplaatsbaar maar we hebben niet de intentie om heel vaak op te bouwen. Nee, vooral de handigheid zit hem dat je het echt zelfstandig kan opbouwen. Het is gewoon veel leuker om een bouwpakket te kopen. Ja, dus dat is wat Alistair Parvin ook gewoon zegt van, kijk,
de fun zit hem dat je ook samen kan bouwen. Ik bedoel... En wij willen graag met de kinderen samen bouwen. Ja. Dus ik wil dat... Kijk, dan op de jongens gewoon hun eigen huis hebben meegebouwd. Ja, dat is echt helemaal super. Dat kan gewoon. Het is een grote 3D-puzzel. Ja. Ja. Nou, jullie in de tuin zitten geen zelfgemaakte hutjes, maar zelfgeprint tuin. Ook zelfgemaakte hutjes. Oh, ook nog. Ja. Ja. Ik bedoel, nee hoor. Nou, Nou, wat eigenlijk met WikiHSNL bijvoorbeeld nu kunnen doen, is zoeken naar CNC-netwerk. We hebben het gezien met de gevelbeurs. En ik heb het gewerkt met WikiHSNL en ik merk het nu in Brussel ook. Van, kijk, als je dit soort techniek gebruikt, is het net zoals bij die 3D-printer-hub, zou het heel interessant zijn om een soort CNC-netwerk te gaan uitbouwen. Ja, precies, dus als jullie zeggen in Amersfoort zit daar en daar en daar, zou je goed kunnen CNC'en, dat we gewoon allemaal verzamelen. Ja. Want een van de principes van Wikihuis is ook van, dat komt straks nog aan bod, van jij kan het hier zitten ontwerpen, maar als het straks in Amsterdam gebouwd moet worden, zou het veel interessanter zijn als het daar ook geproduceerd kan worden. Dus als je een soort CNC-netwerk kan opbouwen, Dan wordt zijn techniek. Dus dat is iets wat kan met zo'n WikiHuis NL platform. Ja, want dat is wat ik soms een beetje jammer vind met dat 3D. Dat is natuurlijk heel erg leuk dat je zelf kunt printen. Maar net als met een gewone printer, dan moet iedereen dat weer thuis hebben. Terwijl ik denk van, als je nou zeg maar gewoon, moet maar algemeen voorraden. Ja. Wat op veel plekken hebben, dan hoeft niet iedereen per se thuis een 3D-printer. Nee, maar het is heel grappig eigenlijk, want nu zie je die democratisering van zo'n 3D-printer. Ja. En in Arnhem zie je nu inderdaad al die eerste stap. Daar is een FabLab, maar daar is nu ook een MakerPoint gemaakt. En dus die willen ook hun 3D-printertjes verkopen. En waarschijnlijk binnen 5 jaar, net zoals vroeger, moest ik ook naar de copyshop gaan, omdat ik gewoon geen printer thuis had. Op een bepaald moment heeft iedereen een printer en is zo'n copyshop niet meer interessant geworden. Ja. Kan ik me inbeelden dat straks inderdaad dat zo'n make-up point geen zin meer heeft, want iedereen heeft een 3D-printer thuis staan. Ja. Terwijl nu de evolutie inderdaad is. Ik ben nu ook bijvoorbeeld aangesloten bij zo'n, hoe noem het weer? Het is ook zo'n app. Kijk, waar het principe is van, kijk, een aanhangwagen, hoeveel keer per jaar heb je dan nodig? Een boormachine, hoeveel jaar heb je nodig? En daar typ je gewoon in van, ik heb een boormachine of een aanhanger nodig. En binnen een straal van zoveel kilometer is er iemand die zich meldt. Is dat niet? Ja. En dat is eigenlijk wel grappig. Want langs de ene kant heb je zo'n democratisering van die printers. Ja. En misschien ook van zo'n CNC, alleen dat is een schaal groter. Maar je verliest daarin, ja. Kijk, als je... Maar voor CNC-vrees, dat loopt natuurlijk niet. Nee. Tenzij dat je dat echt bedrijfsmatig doet, om dat overal zelf te hebben. Ja. Maar het is natuurlijk wel hartstikke nuttig om dat lokaal wel ter beschikking te hebben. Als je het op zo'n manier kan gebruiken. Ja. Dat is natuurlijk tijd met achteraf. Het is geweldig als jij met je ontwerp van je meubel of van je huis, van wat je verder kan gewoon bedenken, daar gewoon terecht kan en daar dingen kan maken. Ja, je moet niet gaan zitten sleuren met je materiaal. Om voor te geven, ik heb een tijd lang geen wasmachine gehad. Ja. Dan ging ik iedere keer naar de wasmachine. Maar ja. Nu ik er eentje heb, merk ik wel dat iedere keer heen en weer naar die wasseret is ook best wel een geplooi. Ja. Maar daarvoor wel van, nou ja, kijk, als er nou eentje in mijn straat zit, dan zou ik hem echt iets van nodig thuis hoeven hebben. Dan loop ik even mijn huisje uit en je gaat natuurlijk ook niet elke dag een huisje winnen. Dus het heeft ook te maken met een soort schaal en gebruik. Nee, maar wat ik wil zeggen eigenlijk is van die. Groot liefhebber van het feit dat iedereen zo nodig een auto heeft. Ja. En met als gevolg dat de straten stamvol met blik staan. Om maar zo te wachten. Terwijl het suffen van het mooie van een stad is juist eigenlijk dat je gemeenschappelijk gebruik maakt van middelen. Dat is eigenlijk het idee. Het is een soort van woongemeenschap. Het is het meest duurzame samenlevingsprincipe in een stad. Hè? Je bent met genoeg massa om dingen te kunnen delen. Het wordt niet zo gebruikt. Het nadeel, de minpunten van steden zijn eigenlijk, als ik het even heel bot en arrogant mag zeggen,
de nog niet verloren plattelandsgedragingen. Ja. De auto, ieder een eigen voortuintje, ieder een eigen opritje. Ja, nee, ik las laatst op Twitter iemand die vertelde van dat ze een uitspraak gedaan, zo'n one-liner van: als een stad ontworpen is op basis van de auto, dan heb je geen stad, dan heb je geen stad meer nodig. Ja, ja. Dus als je een stad hebt en die is alleen maar werkbaar doordat je met de auto, ja. Ja, dan heb je geen stad nodig gehad. Ja. Want het is net het principe dat je geen auto zou nodig hebben, eigenlijk. Ja. Want er is geen enkele stad die bijna zo werkt. Nee, maar ik bedoel ook van, er is een heel raar iets in de zin van, het kenmerk van de stad is eigenlijk juist het gemeenschappelijk gebruik van allerlei middelen. Ja. Maar aan de andere kant, iedereen wil wel weer alles voor zichzelf hebben. En bij de auto is dat natuurlijk heel erg, omdat het vooral ook een status is. Maar ik denk dat er wel begint te veranderen van... heel veel mensen die nu nog rondlopen, letterlijk, die zijn gewend aan persoonlijk bezit en aan het feit. Ja, precies, ja. Maar in Amerika is het nu al zo, en in Europa zijn er ook statistieken die erop wijzen dat autobezit bijvoorbeeld neemt gigantisch af. Zelfs in een land als Amerika. De cijfers laten zien dat autobezit daalt. Ja. En waarom? Omdat heel veel jongeren niet noodzakelijk opgevoed zijn met de gedachte: ik wil een auto als statussymbool. Ja. En ik heb hem nodig. Nee, het is ook vanuit de crisis, hoor. Dat veel mensen... Ja, ik heb gewoon geen geld meer om een auto te betalen en een verzekering. Dus is het niet handiger als we hem met z'n tienen gaan delen. Kijk, ik ben er zeker van dat... Ik ben er zeker van dat er nu een generatie ontstaat van mensen die net vanuit dat deelprincipe opgevoed worden en straks anders daarover gaan denken, hoor. Dus... Ja. Zijn er verder mensen bezig? Nee, ik denk dat dat een van de dingen is die wel handig zijn. Net zoals zo'n FabLab bezig is met zo'n hub. Van, ik denk dat op schaal van Twiki juist het handig is om een CNC-netwerk te gaan. Nee, maar ik denk dat de website wordt nu verder uitgebouwd. En een van de dingen zou kunnen zijn dat dan een subject is waar mensen kunnen melden. Van kijk, bij ons in de stad heb je daar en daar heel goede adressen. Dat je straks een kaart hebt waar al die CNC-dingen gaan plaatsvinden. Want het is best hard zoeken als je daar vanuit Wikihuis iets wil van maken. Ik bedoel, zoveel. Vincent die heeft voor de gevelbeurs echt moeten rondkijken om een goede CNC'er te vinden. Omdat heel veel van die CNC-machines staan nu in werkplaatsen die het voor interieurbouw en zo gebruiken. Ze zijn er wel, alleen niet bekend als CNC. We zijn bezig om ook een huid te ontwikkelen. Van, met de gevelbeurs is er al gestart. Van zijn er mensen die willen nadenken om dat casco te gaan bekleden. Alternatieve materialen. Kijk, die biobased panelen die zijn er al. Alleen het heel grappige is dat het plantmateriaal, die wordt nu in China gemaakt. Ja. Dus dan daar is die technologie al. En dus als je zo'n biobased paneel hier nu koopt, dan komt dat uit China. Hoogstwaarschijnlijk. Maar in Nederland zijn er nu ook mensen bezig. En volgens mij eind van dit jaar kan je nu ook biobased Nederlandse panelen kopen. Dan wordt het wel veel interessanter. En die hebben dezelfde mechanische kenmerken als de multiplex panelen die we hier nu hebben. Met de HAN, die gaan binnenkort aan de slag om een soort van energieunit te ontwikkelen. Van kijk, stel dat je zo'n wiki-huis hebt. Van hun is het vanuit een soort studieobject. Van kijk, als je nu is het nog zo, je maakt zonnepanelen. Dan heb je een omvormer nodig en dan hang je daar je laptop aan. En op die laptop zit dan meestal nog eens een omvormer om. Ja. Dus waar zij nu, of probeer ik je nu een beetje te pushen om daar op die manier over na te denken, is niet handig als je een zonnepaneel hebt en je daar bijna rechtstreeks via een USB-stekker of zo je computer kan op aansluiten. Kijk, voor wasmachines en weet ik veel. Nou, dat gaat van gelijkstroom naar wisselstroom. Oh, ja. En als je gelijkstroom hebt, dan moeten kabels, heb ik me laten vertellen, veel dikker zijn, anders gaat je huis in brand. En, ja, nou, er zijn allemaal, er is een bepaalde reden waarom dat je wisselstroom in huis hebt. Nee, maar je kan, kijk, gelijk of wisselstroom is er ook vanuit een bepaalde reden gekomen. En nu eigenlijk zijn we nu veroordeeld tot een soort technologie, omdat er vroeger andere voorwaarden waren. Ja. Nou, Einstein die heeft blijkbaar ooit eens gezegd van je kan maar alleen nieuwe dingen bedenken als je uitstapt uit het paradigma waardoor die problemen zijn ontstaan. Dus als je nu het doel van de HAN zou bijvoorbeeld zijn van stel dat je gewoon elektra hebt en hernieuwbare bronnen, hoe zou je het vanuit
die twee gegevens gewoon opnieuw gaan ontwerpen. Niet denken van, oké, ik heb gelijkstroom, ik heb mijn kabels die zijn zo dik, mijn stopcontact ziet er zo uit. Daar moet ik een oplossing gaan bedenken. Nee, je hebt een hernieuwbare bron. Je hebt een hernieuwbare bron, je hebt een computer. Hoe ga je die twee met elkaar verbinden? Dus daar zou een soort wiki-energieunit voor kunnen ontstaan. Ja, want het punt is eigenlijk, een zonnecel maakt vanuit zichzelf in principe gewoon gelijkstroom. Alleen het energienetwerk is wisselsterk. Ja, zoiets. Ja. Ja. Ja, en de transport van energie schijnt dat wel beter te zijn. En het heeft ook met weiger te maken van, kijk, anders moet je veel dikkere kabels gaan gebruiken en veel dikkere isolatie. En het is niet zo simpel, maar het is wel leuk om eens opnieuw te gaan nadenken. Volgens mij had dat iets met de lek energie te maken. Zou wel kunnen. Als je wisselstroom gebruikt, dan lekt de stroom weg of zo. Ja. Want ik heb wel eens begrepen dat zij daar Nee, waar we nu ook mee bezig zijn, of we zijn benaderd door mensen, maar zijn er nu vanuit het transitieteam bijvoorbeeld ook wel naar op zoeken om... Kijk, het is het ideale vehikel om misschien op festivals te gaan staan. Daar is het altijd op- en afbreken. En kan je daar nu niet op een duurzame manier mee aan de gang? Dat je gewoon iets... En festival heeft ook meestal te maken om samen dingen te doen. Nou ja, zo'n wikihuis is ook samen dingen maken. Dus in plaats van je bedrijf inhuurt om een tent te komen opzetten en weet ik veel, en dan nemen ze die dingen weer mee, kan je geen wikihuisjes gaan inzetten. Nou, maar hoe worden die dingen nu gemaakt? En dat is dan voor jullie misschien wel leuk. Van, kijk, wil ik er zelf een wikihuis gaan bouwen? Hoe doe ik dat dan? Nou, dit is een heel algemeen principe. Je hebt het grote idee van, je hebt het groot globaal idee van het wikihuis. Iemand hier in Amersfoort kan die dingen gaan ontwerpen, maar bijvoorbeeld in Arnhem moet het dan gebouwd worden. Daar heb je dan de CNC-productie. Dat is een beetje het stappenplan wat gewoon mogelijk is. En dat is bij gewone bouwmaterialen niet mogelijk. Heb je misschien wel een ontwerper die in Dubai zit en waar hij hier iets gaat maken, maar als het gaat om bouwmaterialen, moet het toch van heel ver komen en zeker productie. Kijk, baksteenfabriek, ik kom nu uit Wageningen, Arnhem, nou, er zitten nog een paar baksteenfabrieken, of in België moet je naar Boom gaan. Of, nou ja, hier zouden allemaal veel lokaler kunnen. Nu, je hebt de Wikihuis website. Op de Wikihuis website is nu al een bibliotheek en die groeit gewoon per maand groeit die aan met ontwerpen. Dus vanuit het open source principe, als je een ontwerp gemaakt hebt vanuit het Wikihuis principe, zet je het online. En op die website kan je dan bijvoorbeeld ook een omschrijving lezen. Je kan kijken hoe het eruit ziet, maar je kan ook bijvoorbeeld de status van zo'n ontwerp gaan bekijken. Is het iemand die gewoon iets leuks ontworpen heeft en dacht van, nou, fijn, maar het is nog nooit gebouwd? Ja, dan kan je daar kijken. Voor het eerste Wikihuis in Nederland ben ik wel, het moest binnen een maand of zoiets gebouwd worden, ben ik niet zelf als een gek dingen gaan bedenken. Ben ik gewoon gaan kijken, is er een haasje op de bibliotheek dat al gebouwd is en zeker bent dat niet instort? En dan kan je die status gaan bekijken. Als je eenmaal zo'n keuze gemaakt hebt, of denkt van nou, dat is leuk, dan kan je twee dingen doen. Je kan zo'n ontwerp in de bibliotheek gaan aanklikken. En dan kan je rechtstreeks die CNC-templates gaan halen. Dat zijn SVG-bestanden. Ja, jullie kennen daar denk ik meer van. En met die bestanden kan je dan naar zo'n CNC-productieapparaat gaan. Die kan daar die platen gaan uitfrezen. Maar het SketchUp-model zit er ook. Want een van de principes van Wikihuis is dat je ontwerpt in SketchUp. En waarom SketchUp, zou je zeggen, is niet meteen het meest ideale 3D-ding, omdat het eigenlijk geen 3D is. Het is opgebouwd uit vlakjes. Elke kubus zijn gewoon zes zijden. Maar het is wel open source in die zin. Het is gewoon voor iedereen vrij beschikbaar, SketchUp. Maar is dat open source? Nou, het is vrij beschikbaar. Kijk, als ik een 3D-programma, een CAD, ja, het is gratis. Als ik een 3D-CAD-programma, die misschien veel beter zijn omdat ze echt met solids werken, dan betaal ik €4.000 voor een licentie. Sorry, met wat? Bijvoorbeeld met Revit werk of met een CAD-programma, dus echt een tekenprogramma waar je normale huizen mee ontwerpt. Ja. Dan ben je tot Archicad gedoemd, tot Revit, nou, dan betaal je €4.000 voor een licentie. SketchUp is, één, het is gratis. En twee, echt mijn kinderen kunnen er ook mee werken. Ja. Dit is absoluut niet zo moeilijk. Het is een heel visueel programma en echt 3D. Dus dan kan je zo'n SketchUp-model gaan downloaden en dan kan je op gaan werken. Dus, en als je gaat ontwerpen, nou, je kan op 100.000 manieren ontwerpen, maar het voordeel van Wikihuis is inderdaad dat je bepaalde gemeenschappelijke principes hebt en gewoon kan gebruik maken van de kennis van iemand anders. Dus zijn eerste designprincipe was gewoon van, be lazy as a fox. Hij zegt, waarom zou je alles opnieuw gaan uitvinden? Gebruik gewoon de kennis van iemand anders. En in dit geval is dat de Wikihuis-kennis.
En zij heeft de 10 design principles vastgesteld waarop dat je zelf kan gaan ontwerpen als je dat wil. Je kan gewoon downloaden. Je kan iemand anders als ontwerper inhuren, maar je kan ook gewoon zelf aan de slag. En zij heeft een bepaalde principe. Bijvoorbeeld een ander vind ik een hele leuk van it's easier to ship recipes than cakes and biscuits. Daarom zijn heel veel mensen ook geïnteresseerd in dit concept van, of in een van de eerste reacties ben ik altijd van, ja, dit is toch ideaal voor in rampgebieden te gaan werken. Ik bedoel, nu vliegen we daar containers met tenten naartoe, weet ik veel, waarom ontwerpen niet een soort van shelter? En als er dan in Zuid-Amerika een aardbeving is, dan ship je gewoon of dan zend je die bestanden door en daar is iemand met CNC. Dan moet je alleen een CNC-machine naar daar transporteren, als die er niet is. Die had toch ook zo'n huis ontworpen, dat was een soort van uitklapconstructie. Ja. Die kon je eigenlijk gewoon aan zijn top trekken, zeg maar. Ja. Die klapte als het ware uit. Die had je letterlijk... Ja, er zijn tientallen van dat soort principes, alleen dit voordeel zou dan weer kunnen zijn dat er... En ook dat er een wereldwijd netwerk is waar mensen daarop kunnen inspringen. En nog eens, je hoeft geen architect te zijn om je daarmee te gaan bezighouden straks. En je hoeft niet een of andere specialist uit Nederland te laten overvliegen om dat ding in elkaar te laten zetten. Je stuurt gewoon een handleiding en dan kan je gaan puzzelen. Ik weet dat ze in Afrika, maar ook in Nederland trouwens, vroeger gewoon met behulp van leem en mooi. Ja. Daar kun je gewoon hele goede huizen mee. Ja, er is bijvoorbeeld ook iemand met strobalen waar hij ook huizen mee kan bouwen. Dus, een bepaald Ja, er zijn nu vanuit open source principe en van do-it-yourself en weet ik veel, zijn er heel veel mensen aan de gang met bepaalde technologieën. Ja. En weet je wat zo grappig is met van die leemhuizen? Weet ik dat ze. Als je 40.000 euro kwijt bent, dan heb je volgens mij een villa. Heel goedkoop, en je doet het allemaal zelf. Ja. Ja, je schakelt heel erg van je kosten. Die gaan nu gewoon naar arbeidsuren. Die ben je nu kwijt. Ja, dit is een van die design standards. Hij heeft een soort van S-joint ontwikkeld. En dit is allemaal vanuit die basis van 18 mm plywood. En een standaard materiaal. Dus je ziet ook met de maximale lengte, bijvoorbeeld die 2073, is gewoon omdat er uit een standaard plaatmateriaal moet komen. En hij heeft ook als voordeel dat je het gewoon allemaal zelf kan dragen. En hij heeft die S-joint ontwikkeld. En het is ook zo dat elk span. Eigenlijk is je ontwerp is gebaseerd op een soort van typische doorsnede. Daar maak je een soort span van. En je zet verschillende van die spanten achter elkaar en gaat die onderling verbinden. Dat is eigenlijk het grote. Principe, je maakt er gewoon een raamwerk van, en dan heb je primary connections, waar echt twee dingen aan elkaar gezet worden. Je hebt secondary connections, en met die design principles kan je gewoon aan de slag. Dus dat hoef je niet allemaal zelf uit te vinden, je kan wel zelf je vorm gaan bedenken, als je maar binnen die plaatmaterialen blijft. Ja, dus stel dat je zelf wil gaan ontwerpen, dan zit je in SketchUp, dan kan je gewoon model templates downloaden of een model, daar kan je dan zelf mee aan de slag en beginnen tekenen. En wat Wikia's nog gedaan heeft, ze hebben een soort plugin gemaakt, want straks moet je wel naar zo'n CNC-atelier en moet je dan, als je met zo'n huisje naar zo'n CNC-atelier stapt, dan weten zij ook niet wat ze mee moeten doen. Dus ze hebben een plugin ontwikkeld, als jij een ontwerp gemaakt hebt, en je selecteert al die onderdelen van je ontwerp en je drukt op die plugin, op die knop, dan gaat hij automatisch er een soort 2D-ontwerp van maken. Dan gaat hij al die onderdeeltjes die jij hebt bedacht in je 3D-huisje, gaat hij in een plat vlak leggen en met dat bestand... Dat is een spijkerbroek, hè? Dat is zo min mogelijk spijkerstof verliezen. Ja. Dus ze hebben die plugin dan bedacht. Want, nou, hij werkt nog niet super deluxe. Er zitten nog een paar bij het wikihuisje van de hand bijvoorbeeld. Dan merkte ik plots dat hoewel het een bibliotheekmodel was, dus dan zou je denken van kijk, het is prima, waren er toch nog enkele vloerpanelen die blijkbaar ontbraken. Dus als ik zo naar die CNC-machine was gegaan en ik begon te bouwen, dan zou ik zien dat ik gewoon onderdelen zou ontbreken. Dus er zitten nog, dat is ook een van de dingen waar we willen aan werken, om die plugin gewoon te verbeteren. Maar is er ook een soort... je weet, ze hebben het woord van die ecofondsen voor computer, waarbij ze dan heb je dus de letter A. Zo min mogelijk. Ja, ze hebben eigenlijk een soort geraamte van de letter A gemaakt. Ja.
Maar op zo'n manier dat het menselijk oog ziet het gewoon eigenlijk al als een volledige letter A. En je hebt minder materiaal gebruikt, ja. Zo gezegd. Nou ja, wat ik me hierbij dan afvraag, maar misschien ik zou me kunnen voorstellen dat je van sommige constructies, dat ze, als je ze maar eenvoudig snijdt, dat ze heel zwaar worden. Terwijl je weet dat ze maar een lichte kracht hoeft te dragen. Ja. Dat je als het ware, bijvoorbeeld zeg maar, de last voor de bouwers te vinden. Ja. Dat je zegt van, snij die toch niet voor nodig zijn voor de kracht. Ja, ik denk langs de ene kant zou je dan elk ontwerp gaan kunnen customizen totdat je... Kost wel extra energie, hè? Dat wel. En ook extra denkenergie. Ja. Maar het is een van de dingen die ik tegenkwam als ik zo'n model zag. Dan dacht ik van, ja, hoe meer je met rechte hoeken zou werken en niet zo'n typische dakje zou maken, zo'n tentdakje zou maken, hoe meer onderdelen je uit één paneel zou kunnen krijgen. Want rechte hoeken zijn gewoon gunstiger. Dus daar zou je als ontwerper wel je voordeel mee doen door als ontwerper te gaan denken. En een ander ding, dat ik dacht van, kijk, die plugin die zet alles op die standaardpanelen uit. En ik dacht van, ja, maar dan heb ik echt ontzettend veel snijverlies. Want op een of andere manier is die plugin nog niet zo gemaakt dat die zo goed gaat puzzelen dat hij zo weinig mogelijk panelen wil gebruiken. En ik dacht van, daar moet ik me nog mee bezighouden. Maar toen kwam ik bij zo'n CNC-atelier en die zegt van, nee, dat moet je allemaal niet doen. Als jij al die onderdelen aan mij geeft, de software van hun machine, maar niet elk CNC-atelier heeft, hun software, die ging automatisch alles puzzelen. Daar zat een soort logaritme in. En bijvoorbeeld, ik kwam aan met 45 panelen en toen drukte hij op de knop van zijn machine en hij had er 40. Dus kijk, wat het ideale zou zijn als die plugin dat wel zou doen. En Mark die had nog een veel leukere van die, je geeft gewoon aan je kinderen dingen. Dat is natuurlijk allemaal redelijk high-tech, maar ik hou wel van low-tech. Dus je kan er ook gewoon een puzzeltje van maken. Dus je kijkt, dit zijn de puzzelstukken. En de prijsvraag en wie het minste materiaal nodig heeft, is voor me. En dan vraag ik je om te puzzelen en te kijken wie het mooiste kan. Ja, zo zou je die open source ook kunnen gebruiken. Van kijk, ik heb een ontwerp gemaakt, hier zijn al onderdelen. En iemand anders die vindt het leuk om te puzzelen. Ja, en die gaat voor jou al die onderdelen mooi op een paneel zetten. Dan krijg je het weer terug. Dus dit, daar kan je gewoon een spelletje van maken. Ja, dit is de volgende stap naar het CNC-atelier. Dus je hebt die 18 mm panelen, dan heb je inderdaad die machine, die soort plotter, die 240 op 1,20 meter moet aankunnen. En dan heb je al die panelen, want 240 bij 1,20 is ongeveer wereldwijd bijna een soort standaard. In Amerika... Kun je bij wijze van spreken ook nog zelf met je handzaag? Nee. Kijk, het hele gaaf van die CNC-machines is dan ook van die verbindingen, dat die zo precies zijn en daardoor mogen het zo stevig zijn. Want een van die plugin werkt nog niet zo goed, dus in Arnhem hadden we plots een paneel, of nee, die machine werkt niet goed, maar ik had ook een paneel zelf getekend. En ik was ergens een opening vergeten. En dus hebben ze daarop in de hand, even met een zaagje, met een decoupeerzaag, hebben ze zo'n gat zitten maken. En je bent er ontzettend veel tijd mee kwijt. En twee, het was gewoon niet precies genoeg. Dus het paneel zat niet stevig genoeg vast. Kun je bij wijze van spreken één grote plaat kliklaminaat aanleveren en die CNC die maakt daar perfect kliklaminaat van? Want dat komt toch ook wel een heel nauw. Ja, maar bij CNC is echt 3D. Hè? Of de kliklaminaat is 3D, want je zit met die pen-gat-verbindingen. CNC snijdt gewoon recht naar beneden. Dus zo'n tandje eruit, dat is niet... 2D gesneden. Ja. Maar wel zo precies dat... Een fractie dikte verschil... Ja, dat is bijna een probleem. Daar kom ik straks op terug. Van, er zijn bepaalde dingen waar je echt wel moet op gaan letten, want anders dan heb je een probleem. En dan ga je beginnen bouwen. Hè. Dus je hebt gewoon losse onderdelen en die kan je gewoon met twee mensen. Ik heb nu al een paar keer alleen gedaan ook.
zet je gewoon, je hebt eigenlijk alleen een rubberhamer nodig en je onderdeel. Want die S-verbinding die zet je in elkaar en de stijfheid van de spand krijg je door twee 18 mm panelen tegen elkaar te zetten. Dus, ja, dus hier zie je nu een naad en die leg je op eenzelfde spand en daar zit die naad hier. En daar loopt, hier loopt nu zo'n stukje van daar tot daar. Maar dan leg je dezelfde spand op en daar loopt bij wijze van het stukje van daar tot hier. Wacht even, je bedoelt eigenlijk net als dat je bij Lego... Je moet gaan schranken, zeggen ze. Dat is... En dan zet je die twee stukjes, die zet je in elkaar op door er een plug in te slaan. En dan klem je het hout tegen elkaar vast en zo bouw je zo'n eerste spand. Ja. En als je dan die spand gebouwd hebt, dan zet je die recht en dan zet je die met die primary en die secondary connections, die zet je gewoon aan elkaar. Dit zijn eigenlijk vier lagen. Ja, dit zijn twee identieke spanten, maar met verschillende naden tegen elkaar gezet. Die zijn vastgezet met die klemmen. En dan zet je al die tussenstukjes erop en zet je weer. En dan zo kan je gewoon een oneindig ontwerp maken, bij wijze van. Dus om het zo te zeggen, als ik het goed begrijp, jullie proberen ook echt heel bewust om echt zoveel mogelijk uit te gaan van een aantal echte basisonderdelen, die mits juist samengesteld toch heel variabel zijn. Je maakt het custom door je eigen ontwerp, maar stel, ik was nu laatst aan het praten en we willen in Arnhem een soort, wil er iemand zo'n festival inderdaad gaan maken met dat soort dingen? Hij had nu het idee van, kijk, we hebben natuurlijk niet zoveel geld en het moet ook leuk zijn en stel zegt hij dat we nu dit jaar maken en volgend jaar bij festival nummer 23 laten we gewoon weer andere onderdelen maken en die kunnen we gewoon bij het originele ontwerp gaan klikken en kunnen ontwerp groter worden. Maar je kan ook, doordat je met basiselementjes werkt, kan je ook gewoon zeggen van na het ene jaar maak ik zo'n vorm, het volgend jaar maak ik een andere vorm, maar op zodanige manier dat je ze aan elkaar kan klikken. Ja. Dat betreft dus als Lego blokjes. Dus. En dat is weer het voordeel van uit te gaan van een wereldwijde standaard, toch? Want het kan nu zo zijn dat ik iets bedenk en straks zie ik op wikihouse.cc zie ik dan, die hebben echt een heel gave vorm bedacht. En dan kan ik hun werk misschien gaan gebruiken om aan mijn ontwerp te gaan plakken. Dus je gebruikt dezelfde techniek en dan kan je het ding laten. Hier zie je bijvoorbeeld hoe die zo'n pen-gat-verbinding en zo'n spie-klem-verbinding gaat werken. Je zet die andere tegenaan en hier klop je dan zo'n spien die een beetje een wigvorm heeft. En alles zit ontzettend vast in elkaar. Maar je zou dus bij wijze van spreken, stel jullie hebben zeg maar zulke soort tuinhuisjes. En weet ik het, na 10 jaar heeft eentje er genoeg van, zeg maar. Of een paar mensen hebben er genoeg van, maar dan zou je bij wijze van spreken die kunnen afbreken. En bij jou. Maar, ja, precies. En dan maak je wel onder andere 10% groter. Ja, bij wijze van spreken. Dat, ja. Dus, want, dat zal in de praktijk niet altijd... Nee, kijk, ik heb nu in Arnhem een beetje de fout gemaakt, het moest ontzettend snel gaan. En ik heb een proefstuk laten maken bij zo'n CNC-atelier en ik zag dat er kwam tot de constatatie dat die panelen net iets, een fractie dikker waren dan 18 mm. Maar als gevolg dat kijk, al die gaten die zijn voorzien op 18 mm, dus ik kreeg ze bijna niet in elkaar. Oh. En dan kan je twee dingen doen en één ding is heel goed en het andere ding is minder goed. En ik heb toen voor tijd moeten kiezen voor minder goed. Ik heb toen gezegd, ik ga in SketchUp gewoon heel het model een fractie scalen. Want dan past alles wel, alleen wordt die afstand dan weer groter. De panelen worden zoveel % groter. Maar als gevolg dat sommige panelen ook niet in één stuk uit een standaard paneel komen. Alleen was natuurlijk de verhouding. Ja. Maar als gevolg dat als wij daar nu dingen willen aanbouwen uit de wiki, juist, dat we gewoon met een andere fractie zitten te werken. En een ander ding dat je moet doen, is gewoon overal die gaten net een fractie groter maken. Dus dat zou je eigenlijk met zo'n plugin ook willen sturen. Ja, want het punt is natuurlijk dat het irritant van beton is eigenlijk altijd, als het eenmaal is gegoten, dan is het ook gegoten. Er niks meer mee. Het staat er. Ja. Maar je kunt niet zeggen van, weet je wat, we breken even daar een stukje beton uit en we bouwen nog een beton aan ofzo. Die plugin, die maakt van jouw 3D-elementen, die in SketchUp gemaakt zijn,
gaat die in een soort vlak leggen, maakt er een DXF van dat gewoon in geen z-coördinaat meer heeft. En eigenlijk wil die plugin nog inderdaad alles op die 240 bij 120 gaan verzamelen. Maar kijk, dat is leuk, maar volgens sommige CNC-machines hoeft dat zelfs niet. En die gaat ook alles in het ideale geval in een soort van layer zetten, want je kan inbeelden dat frezen voor een buitenomtrek anders is dan frezen voor een binnenomtrek. Kijk, als je aan de buitenomtrek, dan moet je zorgen dat je net iets, een andere maat, als je op dezelfde lijn een gat freest, of je maakt de rand van je paneel, is dat anders. Dus een CNC-machine is, als je gaat kijken naar bestanden voor CNC-machines, dan zie je dat de buitenrand op een andere layer staat dan het gat. En maar, die plugin die regelt dat ook allemaal op verschillende layers. Maar een CNC-machine kan geen gladde vlakken maken. Omdat die, zeg maar, hij denkt tweedimensionaal. Ja. Hij denkt net zoals dat dingetje achter jou om die labels te maken. Het is net hetzelfde. Hij werkt op een X. Precies, hij werkt alleen maar op een X en Y-as. Ja. En geen zetels. De zetels is gewoon recht naar beneden, is 18 mm. Ik weet niet hoe dat dan heet, maar je hebt ook van die printers, negatief printers, die eigenlijk gewoon, die hebben een soort boor draaien. Ja. En die gaat dan eerst op deze manier iets uitsnijden, maar die kunnen dan ook volgens mij in principe zeg maar draaien en van de kant gaan. Nee, kijk, in het atelier waar ik nu het eerste weekend heb laten maken, hebben ze nu binnenkort ook zo'n 3D CNC-machine. Ja. Dus dan moeten de aangeleverde tekeningen weer wel 3D zijn. Ja, maar dat is niet het idee van het wikihuisprincipe. Nee. Dat is net het vlak. Nou, en dan kan je gaan nadenken, als je een keer zo'n doorsnede hebt en zo één segment van hoe ga je dingen funderen, dan zit je weer een stap verder. Hier is bijvoorbeeld, je kan ook autobanden met beton gaan vullen, want het zijn hele lichte constructies. Of zelfs bij Twikia zijn het gewoon de stoeptegels die gewoon gebruikt worden. Is het lichter dan een beton? Ja, ik bedoel, het Twikia is bijvoorbeeld in Arnhem is, laten we zeggen, 3 bij 4 meter en is 3,5 meter hoog. Ja, toen het helemaal gebouwd werd bij de Han, kwam er iemand aan en zegt van, kan het geen 4 meter, of kan die een paar meter verplaatst worden? Want het stond niet zo goed op hun terrein. Ja, toen dachten we eerst van, dan ben je te laat. Maar toen hebben we toch gedacht, gaan we het niet tillen. Toen hebben we met, denk ik, 6-7 mensen hebben we getild en hebben we het gewoon 2 meter verschoven. Okay. Dus het is... Maar dan moet je dus eigenlijk wel ook het vastmaken aan de grond. Ja, als je dit ik denk dat... Je moet een soort anker hebben dat je Ja, precies. Maar ook daarvoor geldt dat is redelijk lichtvoetig te doen. Hè? Dus, als je een klein stukje beton kan storten met een hoekijzer eraan, dan kan je wel... Net zoals je tent met haringen vastmaakt, kan je eigenlijk bij Twikia's ook... Ik heb ooit als kind, mijn vader en zijn zus waren in de bergen. En mijn moeder waren thuis in zo'n ouderwetse boorzoentent. Maar even zo'n bureau. Dat was gewoon een begin aan de inkomens. We hebben letterlijk aan de tent gehangen. Ja, het wikihuis is wat dat betreft heerlijk licht, maar dan moet je gewoon anders... Ja, maar dan kan je gewoon uitrekenen hoe... Of je zet er wel extra meubels in. En de volgende stap is nu natuurlijk na te denken van hoe kan je misschien ook een raam erin zetten en hoe ga je met elektra om. En kijk, in Engeland hebben ze nu de Alistair Parvin, die zit natuurlijk al een paar stadia verder. Die heeft nu laatst voor £50.000 of zoiets een ontwerp gemaakt voor een huis, echt. Okay. Dus die... £50.000 zou je echt een huis currency. Maar voor Engelse begrippen is dat, want kijk, in Nederland is alles verschrikkelijk duur, maar in het buitenland zijn huizen veel goedkoper, dus dan is £50.000 niet echt goedkoop, toch? Nee, dit is nog altijd niet zo goedkoop, maar dat is met alles zoals als er nu meer productie gedraaid wordt, op dat soort manieren. Maar het is wel goedkoop in die zin dat je gewoon geen mensen hoeft in te schakelen, kan die in principe zelf bouwen. Kijk, IKEA-kasten kan je ook laten. Ik heb dus op kantoor gewerkt en daar lieten ze een IKEA-kast, omdat iedereen moest tekenen. Dat was gewoon veel belangrijker dan dat je kasten in elkaar zou zetten. Hebben ze ook mensen ingehuurd om de IKEA-kasten te komen in elkaar zetten. Nou betaal je evenveel aan die mensen als aan je IKEA-kast. Ja. Dus bij het Wikihuis zou je dat
je kan het omzeilen, je kan ook je kinderen het in elkaar laten zetten. Nou, ja, ik zat net te denken dat je krijgt in Nederland steeds minder een excuus voor de woningbouw, omdat ze zeggen, oké, okay, daar ligt het bouwpakket. Ja, dat is een van de dingen. Ja, en dan zijn er echt de do's en de don'ts. Kijk, die bibliotheek, ik kan met SVG-files wel werken. Maar vraag aan mijn vader, van ik kan wel zeggen, het is open source en ik kan alles zelf doen. Als hij op een bepaald moment met die plugin zo'n DXF-file krijgt of een SVG-file, nou, hij kan niet controleren of dat er fouten in zitten of niet. En wat moet ik met die file nu doen? Dus kijk, dat is ook veel vragen ook bij Wikihuis NL van wat is jullie verdienmodel? Kijk, daar zit een deel, als je dan een verdienmodel zou willen hebben, dan zit in het feit van kijk, daar zit nog een soort stap tussen die sommige mensen gewoon niet kunnen of niet willen nemen. Nou, dat volgens een SVG-files is daarvan. Kijk, nauwkeurigheid. Toen ik het Wikihuisje liet maken in Arnhem, toen hadden we net iets te dikke panelen en ging alles klemmen. Vincent die had gezegd van toen hij het voor de gevelbeurs liet maken, van nou, onze panelen waren net een fractie dunner. En dan gaat alles misschien meer wiebelen. Dus dan moet je toch, eigenlijk moet je altijd naar zo, en dat is de laatste ook, van je moet altijd een soort mock-up laten maken. Er zijn ook calibratiemodelletjes, dat is gewoon één, om eens één paneel te laten voorsnijden. En dus dat moet je eigenlijk altijd doen. Kijk, en die plugin van Bilesia as a Fox, bedoel, dat is leuk, maar je kan er nu, op dit moment, nog altijd niet op vertrouwen dat die 100% werkt. Ja. Dus bijvoorbeeld Hugo, die bij Wikihuis NL zit, die heeft er wel kennis van informatica en weet ik veel. Die zou bijvoorbeeld wel, maar dat is bijvoorbeeld ook iets dat je gewoon met zo'n community kan delen. Want ik denk dat er misschien hier ook mensen zitten die daar veel meer verstand van hebben. En die denken, zo en zo aanpakt. Maar het is wel heel handig, want die plugin die maakt dat je gewoon op een knop drukt en naar je CNC-atelier zou kunnen. Maar je moet erop kunnen vertrouwen. Kijk, moest Apple die plugin uitbrengen, om zo te zeggen, dan wist je zeker dat die plugin zou werken. Maar dan betaalde je er ook wel voor en kon je er niet aankomen. Ja, nu is het een soort... Het ja. En nu is het gewoon een soort Android-product, ja. Maar dan zit je wel een beetje in de sfeer van het is nog niet volledig. Het is op de markt, maar het is nog niet volledig. Dus daar moet nog aan gewerkt worden. En wat Alistair Parvin ook zegt, van kijk, het gaafste is gewoon dat je gewoon samen dingen in elkaar kan zetten. Ik bedoel, toen met de HAN hebben we met enkele studenten in elkaar gezet. Dat was gewoon ontzettend leuk. Ik kan inbeelden met de gevelbeurs dat gewoon in elkaar zetten van dat ding. Nou, we hebben toen met Alice Parvin zegt dat je het paviljoen zoals er toen ontwikkeld was, ook iets van 4x3 of zo, weet ik veel, dat je met twee mensen het op een dag in elkaar zou kunnen zetten. Nou, het Wikihuis in Arnhem hebben we toen op 3 uur tijd in elkaar gezet, maar dan met 8 mensen. De gevelbeurs, ja, daar zat je niet met 40 panelen, maar bijna bij 100 panelen volgens mij. En met toch iets kleinere onderdelen. Ik weet niet hoe lang jullie ermee bezig geweest zijn. Van, Ik heb niet geholpen bij het in elkaar zetten, maar wel bij het uit elkaar halen. Oh ja. En het uit elkaar halen was voor 1 uur met. Ja. Met. Ja. Nou, waren met z'n 5 of zo, 6. Ja. En in 4 uur was het niet alleen uit elkaar, maar ook opgeruimd. En, ja, daarom. Ingeladen in een. Eén stel. Ja. Maar is het, in hoeverre zou je kunnen zeggen dat het zelfwijzend is in de zin van even een uitgebreide hand? Nee, een van de design principles was ook van zorg dat je gewoon geen vergissingen kan maken. Ja. Dus het is niet zo. Nee, de laatste keer toen we het in elkaar gezet waren, was er wel iemand ingeslaagd om net iets te doen, maar ook al meteen bij stap 3 achter. Die had in spiegelbeeld of zoiets bepaalde dingen in elkaar gezet. Maar al de verbindingen zijn bijna zodanig gemaakt dat je gewoon kan spiegelen en omdraaien. En het is maar heel symmetrisch ontworpen. Juist omdat het algemeen onderdelen zijn. Dat je wel. Juist omdat het algemeen ontworpen is. Je moet wel van tevoren weten welke vorm je ook weer wilt bouwen. Ja, en je bent dan bepaalde dingen. Ja, ik bedoel, maar het charmante van de algemeenheid van de onderdelen is dat als er ook eentje. Toch kapot gaat omdat je een beetje kapot geslagen hebt, of dat je op weg gaat staan, of dat je iets anders hebt gedaan, dat je het makkelijk kan vervangen. Ja. Dus uiteindelijk zijn er niet zo heel erg veel verschillende samenstellingen tegen. Nee. Je kan ook makkelijk wat reserve puzzelstukjes hebben waarbij je het toch kan maken. Ja. En dat is ook wel charmant. Ja. Plus, kijk, als architect ben je in het begin enorm gefixeerd op
het design en weet ik veel, maar hier draait het gewoon echt niet om het design. Het draait gewoon. Kijk, moest ik vroeger gezegd zijn van, kijk, je moet echt het typische kinderhuisje ontwerpen, van met een mooi puntdakje en zo. Zij denken van, nee, dat doe ik echt niet. Ik bedoel, ik ga echt wel iets unieks ontwerpen. Maar als je met zo'n wikihuis bezig bent, dan weet je dat er gewoon niet om draait. Je bent gewoon een werkbaar ding aan het maken. En dat dan een puntdakje heeft en geen plat dak en het ziet er niet uit als een rietveldhuis, dat maakt dan op zich niet zoveel uit. Dus je bent wel als ontwerper op een andere manier bezig. Ja, ik bedoel, vanuit het ontwerpidee. Ja, en zeker nu niet meer. Nu, als je vanuit zonnepanelen denkt, dan is een plat dak gewoon vervelend. Dus, vervelend. Ja, je ziet nu dat er zonnepanelen zijn, zie je een ontwerp al veel meer met schuine daken terug gaan werken. Dat is echt heel grappig. Vroeger als moderne architect, dan ontwerp je gewoon een plat dak. Hoor. Ja, want ik bedoel, platte daken die zijn toch juist, ik bedoel, naar mijn fietshoofd. Moet je eigenlijk gewoon naar klimaat toe, is het gewoon niet de verstandigste oplossing. Ja. Ik bedoel, het is op zich wel leuk dat je op het dak kan lopen en zo. Maar onderhoudstechnisch en zo is dat wel wenselijk. Goed, dat is het wikihuis. Okay. Ja, cool. Ik had er al wel eens van gehoord. Ik wist ook wel, zeg maar, dat er wel iets in ligt. Wel benieuwd. Ik ben wel benieuwd in hoeverre dat nou. Kijk, ik bedoel, hobbyisten, et cetera, en specialisten die gaan altijd met dit soort dingen aan de slag. Maar ik ben benieuwd of het ook echt. Of het dan ontstijgt. Ik denk dat misschien nooit echt een bouwsysteem waar straks alle huizen van gaan gebouwd worden, maar je gaat nu wel een soort markt of een soort stroom hebben waar dit echt wel zijn positie kan nemen. Ja. Ik heb wel de indruk op dat moment dat er in de bouw toch wel heel anders, vooral in verband met de economie, dat men toch wel heel anders gaat kijken naar. Mm-hmm. Want het grappige was, doordat het economisch niet goed ging, zeggen ze juist, ik weet niet, of het ook echt zo is, dat men juist eigenlijk betere huizen aan het bouwen is. Omdat men vroeger ging een project ontwikkelen, die er gewoon een hele woonwijk neerzetten. Ja, maar dat is ook zo, bedoel. Vroeger kon je ook gewoon makelaar zijn, zeg maar, en moest je niet alles verkocht. Ik bedoel, en alles wat je bouwde werd wel, dus het maakt inderdaad minder uit, meer vanuit je eigen principes, of dat je nu goede materialen zou gebruiken of niet, en goede materialen betaal je dan wel iets meer van. Terwijl nu wordt er veel kritischer gekeken naar dingen. Yeah. En ook zelf, als je nu iets bouwt, dan is het één van, je moet duurzame materialen gebruiken, maar tweede wordt volgens mij ook veel meer nagedacht van, what's next? Als ik nu iets ontwerp, van, moet het heel specifiek gaan zijn? Of moet ik zo'n pakhuis ontwikkelen zoals hier, waar nog maar 10 andere functies in kunnen? En, want tot nu toe wat ik zie, zijn dat 1 verdiepingshuis. Uh-huh. Wordt er ook gedacht aan 2 verdiepingshuis? Ja, ik heb het huis nog niet bestudeerd van echt het woonhuis van Alistair Parvin. Maar ik veronderstel dat daar nu ook meer verdieping in kunnen komen. Je zit aan een soort cellen gebonden en dat heeft met plaatmateriaal te maken. Van, kijk, als je nu zou afstappen van het idee, het moet uit 240 bij 120 komen, dan kan je gewoon langere spanten maken en weet ik veel. Alleen, dan moet je weer langs een aannemer langs. Ja, of langs een dat is bijna wel een ontwerpprincipe. Ja. Je zit uit standaard en open. Ja, anders kan je inderdaad een balk laten lamineren en dan ben je klaar. Het probleem is natuurlijk, zo gauw je opschaalt en een architect bij nodig hebt, dan worden meteen de kosten, die worden meteen 2 keer zo hoog. Nu beweer je bijna de architecten gewoon ontzettend veel geld verdienen. Nee, maar ik bedoel, als je een architect behaalt, dan heb je weer een gemeente nodig. En ja, dat heb je sowieso hoor. Ik bedoel. Kijk, in België moet je sowieso elke constructie moet via een architect, omdat de titel. Nee, het beroep is beschermd. Hier in Nederland is de titel beschermd. Dus, kijk, jij bent geen architect, je hebt die opleiding niet gehad, maar je mag wel een plan van een huis maken en je moet het gaan. Je moet alleen het laten door. Je moet, in de gemeente zit dan iemand die zo'n plan controleert en die denkt van.
ergens een berekening en dit ziet er ook niet logisch uit, dus dan moet je terug met je huiswerk. Ja. Maar Mark mag niet opzetten, architect Mark Wiebes. Ja. Daar is het, hier in Nederland is de titel beschermd. Ja. Dus, maar het is inderdaad wel zo van, kijk, als je dan grotere structuren gaat bedenken, of weet ik veel, er moet iets gemaakt worden, dan moet je langs de commissie. En dan, maar dat is straks ook zo. Als jullie groter bouwen tuinhuis dan zoveel vierkante meter, dan beland je in een andere procedure. Ja, want je hebt toch nog steeds welstandscommissie. Ja, welstand, maar welstand heeft gewoon met esthetiek te maken. Aanzicht op de bouw. Ja. De bouwvergunning die je nodig hebt, die zegt wat over de constructie. En, ja, en of er zo genoeg daglicht binnenkomt. Ja, en ook nadrukkelijk aan het kijken van hoe zou je inderdaad een grotere overspanning kunnen maken, hoe zou je verdiepingen huis kunnen maken. Hij wil eigenlijk heel graag een volhaardig huis bouwen. In Spanje zijn ze nu op dit moment testen aan toe met 6 meter lange balken. Die zijn opgebouwd uit een soort, je ziet echt een balk, maar je ziet dat die opgebouwd is uit die S-joints. En daar zijn ze nu testen mee aan toe. En daar kan je dan wel naar een soort standaard product gaan, van waar je dan gewoon vanuit de website een certificaat trekt. Van kijk, als die zo opgebouwd is, dan is het ooit iemand. En dat is het voordeel van open source. Dan. Kijk, als je het zo maakt, dan is het berekend. De berekening is erbij klaar. Ja. Dat zou wel heel gaaf zijn. Dat komt eraan, het voordeel van open source is inderdaad dat het ook gewoon kan. Je kan die vraag op de website zetten en iemand is zo gek om zich daarmee bezig te houden. Dus. Maar het is wel de bedoeling. Ik vraag vroeger, zijn er mensen ook bezig met niets van winters? Wat dan over nee. Maar met de genetische algoritmes. Ja, een beetje van evolutie. Ja. Computers om 30 jaar moeten een aantal van alle parameters. Ja. Of mensen daar wel mis. Nee. Maar die zijn van harte uitgenodigd om dat te doen. Zou wel eigenlijk. Het zou natuurlijk leuk zijn als mensen die daar wat mee kunnen, daar een bijdrage. Ja, want stel dat je dan als vaste parameters ingeeft van kijk, ik moet die S-joint hebben, het moet. Want in een van de principes is bijvoorbeeld ook dat de spanten zelf een bepaalde breedte hebben. En waar dat vandaan komt, dat zal misschien wel uit een soort berekening komen. Van als je ze zo breed maakt, dan kunnen ze dit en dit dragen. Maar als je dat als parameter invoegt, en je voegt als parameter in dat er zo'n plaatmateriaal moet komen en zo dik. En je zou daar nog de parameter aan kunnen koppelen van technisch, van het moet die draagkracht hebben of weet ik veel, of bestandscentrum. En dan heb je wel ideale dingen ontworpen. Denk. Dat zou heel gaaf zijn. Genetisch ontwerpen zijn. Ja. Die zichzelf ontwikkelt, bedoel je? Of hoe, ja. Maar hoe moet me dat dan in dit verband voorstellen? Eigenlijk dat je dan wil iets hebben, dan weet je oké, okay, het is ongeveer waarin ik het moet geven worden. Mm-hmm. En dan ga hij evolueren. Ja, dus je hij gaat het ideale model uithalen. En hij gaat binnen die parameters het ideale ding gaan kiezen. Dus dat je bij wijze van spreken zou kunnen zeggen van, we zitten hier in Amersfoort, de luchtvolgtrein is hier al. Ja, dat gaat nog een stuk verder. Dat gaat nog een stuk verder volgens mij. Ja, en ik bedoel dan, in feite zeg je dan dus niet zozeer van ik wil dit, maar je zegt meer van ik wil een oplossing voor deze omstandigheden. Ja. Want genetisch zit er wel toch in dat je een hele bevolking probeert om uit te breken en datgene wat het beste is naar het einde. Ja. Dat okay. En dat doet het algoritme dan eigenlijk. Ja. Het is geen intelligent design. Nee. Ik denk dat dit daar wel redelijk voor geschikt is, omdat je inderdaad een paar van die parameters hebt die vast zijn, en de andere die kan je loslaten. En dan kan je inderdaad als ontwerper ontzettend je best doen om al die verschillende varianten te gaan bedenken, als een algoritme dat doet. Daarom, kijk, een architect zou daar ontzettend huiverig voor zijn, omdat hij zoiets zou hebben van, man, is mijn werk gewoon niet meer dan een trage computer, zeg maar. En je wilt toch een soort designbeslissing nemen, niet op basis van de juiste algoritme, maar een designbeslissing. Terwijl ik merk dat dit niet de fun is van zo'n wikihuis.
Gewoon kijk, als je iets design wilt, dan kies je iets anders. Dan kies je het wiki-huis als een soort basis. En daar kan je nog wel leuke dingen mee bedenken. Als je dat gaat doen, op een design manier nadenken, ja, dan ga je plezier dan in iets anders doen. Door die kiezen vervolgens, is een neiging om een beetje richting herbestemming te gaan. Ja. Ja, daarom zijn wij bij het transitieteam mee begonnen. Omdat wij zoiets hadden van, is er nu, kijk, we lopen heel vaak tegen, als we tijdelijke dingen willen gaan doen, tijdelijke programmatie, dan lopen we tegen vergunning aan, want elke constructie die we maar bedenken of we doen iets, dan is het van, ja, maar daar moet je vergunning voor hebben en dan hoe lang gaat het er staan en je gaat een ingreep doen op het gebouw. En terwijl hier hadden we zoiets van, we kunnen guerrilla-actiegewijs heel even een terrein gaan bezetten. En als we klachten krijgen, dan halen we het weer uit elkaar en dan gaan we ergens anders naartoe. Maar zou je dan, ook, nu gaat er, als ik het goed begrijp, nog iemand handmatig van de gemeente zitten checken of de constructie klopt? Maar dat zou je in principe ook zoveel mogelijk moeten kunnen automatiseren eigenlijk. Eigenlijk kan dat vanuit dit principe bijna wel. Ja, nee, vooral juist omdat je voortdurend al digitaal alles loopt. Maar nu moet je inderdaad naar elke constructie die ik als architect teken, dan moet je naar een ingenieursbureau bijna gaan die heel specifiek voor jou, niet altijd, want je kan ook gewoon standaard balken nemen, je kan ook standaard spanten nemen en weet ik veel als architect, dan weet je zeker van ah, die gaat wel kloppen, gaat nog iemand even narekenen, maar klaar. Wel hier gebruik je één, kijk als jij met Lego steentjes alles bouwt, dan is het ook Nee, maar ik bedoel ook met zo'n, want je houdt nog steeds het probleem met ja, maar dat gaat altijd wel blijven, maar je kan weer wel inbeelden dat de procedures gemakkelijker wordt als je het... Ja, dat bedoel ik, omdat je, ik zou maar zeggen, nu heb je zeg maar bouwig in ieder geval makkelijker gemaakt. Maar dat je ook, als je zeg maar een beetje bijhoudt wat er wordt goed en afgekeurd. Ja. Nee, maar zo'n voorbeeld van zo'n portacabin. Ik bedoel, als je bij de gemeente zegt van ik ga 2 verdiepen portacabin bouwen zo lang, dan gaat er echt niemand zeggen van daar wil ik een berekening van hebben. Oh, ja. Dus die weet dat dit, als dit van, hoe noemen die bedrijven die die portacabin zetten, als die vandaar komt. Ja, en je hebt containers of je maakt iets uit containers. Nou wel, als je dus misschien 20 hoog gaat stapelen, maar voor de rest maakt niks uit. En dat is met de wiki-huis. Zou hem van de voordelen kunnen zijn. Maar in verband met tijdelijk, wat we nu bijvoorbeeld doen, is ook in Brussel willen we een vergaderzaal, maar we zitten in een soort van pakhuis. Eén, je wil eigenlijk niks aan zo'n pakhuis gaan doen. Je wil daar niet echt wanden in gaan zetten, want dan ben je je karakter van je pakhuis kwijt. En twee, het bureau waar ik daarmee samenwerk in Brussel weet ook niet zeker of dat ze binnen 2 jaar zelf nog gaan zitten. Of ze er nog 2 jaar kunnen blijven. Dus het was echt het idee van na vergaderzaal gaan we geen geld aan geven. Maar nu gaan we waarschijnlijk een wiki-huis vergaderzaal maken. Want dan gewoon gaan we een cabine erin maken. En in Engeland is er nu al een bedrijf die dingen verhuurt. Die gewoon zegt van kijk, als je zo'n ding wil, dan een cabin, dan moet je bij wijze van alleen maar het bestand doorsturen. Of je kan de onderdelen komen halen. Dus qua herbestemming heeft het ook wel heel veel voordelen hoor, om die manier te gaan werken. Ik vond nog iets heel praktisch af. Je hebt dan die SVG's die je genereert. Ja. Maar de CNC-bedrijven, doe die dan nog rekening houden met de boor die je mee doet? Of zit dat er al in of zo? Nee, het model dat ik toen gedownload had, die had al alles mooi op een layer gezet. Ook op die vergadertafel die ik nu gedownload heb, die heeft al die buiten ding op een al andere layer gezet, die heeft er al zelfs een soort naam bij gezet van, van het moet. Ja, maar niet rekening houden met de boarding. Ja, wel. Ja, het is niet zo als hij op die lijn zijn boordje gaat zetten, maar die boord is 18 mm, dan is je paneel niet zo groot, maar zo groot. Ja, maar dat lijkt me juist ook uiterlijk iets wat de machine zelf moet. Ja, kijk als... Dat is juist niet iets voor iedereen dat. Breedte van de zaag gesneden, maar ook het stukje wat je over moet houden, zodat die plaat niet uit elkaar valt. Ja. Ja, dus als je meer delen uit de plaat weest, dan moet die halverwege breken, omdat het stuk waar het nog vast zit te
aan het curry machine stellen. Ja. En dat kan je eigenlijk ook als ontwerpcriterium volgens mij meegeven. Ja. Of zou je moeten meegeven zo'n curry. En daarom zou het inderdaad wel. Ja. Die plaat moet ook één blijven. En daarom zou het handig zijn om zo'n CNC-netwerk wel te gaan uitbouwen. Ja. Kijk, nu in Arnhem bij dat bedrijf, daar moet ik al niks mee uitleggen. Die hebben het nu al eens gedaan. En die man die weet van, oh ja, het is voor Wikihuis. Ja, dan moeten die op die layers gaan staan en dan moet zo. En... Maar als ik nu naar een andere fabriek ga en die maakt voor de eerste keer zijn ding, moet je dat weer helemaal gaan uitleggen. Dus het zou heel handig zijn als je gewoon zo'n... En dat je gewoon nog een paar principes hebt van, kijk, dit is een wikihuis, dan moeten die instellingen zo en zo en zo zijn. Maar nog iets anders, hè, want dit is dan een huis waar tegenwoordig veel mensen, dus een auto, een carport en allemaal. Ja goed, ik begrijp dat je vooral zeg maar ligt op een huis, maar bedoel, dat ik kan me voorstellen dat er op een gegeven moment ook mensen zeggen, Ja. Heb je daar al eens iets van gehoord of zo? Nee, maar dat kijk, zo, ja. Terrassen voor huizen aan het water, ja. Terrassen aan de kadermarkt, et cetera. Nee, maar dat is ook een deel van de functie van zo'n platform, dat je gewoon kan laten zien dat... Kijk, mensen gaan meestal voor zoiets kiezen als ze het al eens ergens gezien hebben. Ja. Dat zag je op de gevelbeurs ook, van mensen... reageren anders dan als ze het op de computer zien, dan dat ze het plots echt zien staan. Ja, dat is altijd zo. Ja. Dus dat is gewoon, ja. Dus ik kan me inbeelden dat het nu wel heel snel kan gaan. Dat ja. Van, oh, dit zou ik er nog mee kunnen maken. Oh, en dit zou ik... Dat is nu ook iemand die een bijenkorf gemaakt heeft met CNC-techniek, door gewoon een soort bouwpakket. Ja, er zijn... Beehive of zoiets is de website. Beehive, en die hebben gewoon zo'n pakket gemaakt. Volgens mij had jij mij daar niet naar verwezen. Want er staat er wel bij dat het daar ook wel laatst in. Ja, plus wat ik ook begreep, en dat weet jij dan weer meer, want jij bent Imker. Toen dacht ik van, ah, dat zou ik ook wel kunnen ontwerpen, zo'n bijenkorf. Totdat ik ergens las dat het eerste model was afgekeurd, omdat, kijk, je begint met zo'n bijenkorf, hij heeft een bepaald gewicht, maar dat gewicht loopt enorm op als die bijenkorf gevuld raakt. Dus het eerste model was gewoon niet berekend op het feit dat dat gewicht zo gigantisch werd, dan wordt het stiekem enorm zwaar. Die hadden een hele bijenkast ontwikkeld. Dat moet wel werkbaar blijven, want ja. Dus dat is dan wel heel leuk. Je moet niet meer dan 20 kilo op de tillen auto. Nee. Ja. Dat vond ik wel leuk. Dat je dan iemand heeft gemaakt en iemand anders die zegt van ja, maar vergis je niet, want een bijenkorf doet dit. Nou, dan wordt het ontwerp weer veranderd. Ja. Dat is wel leuk. Ja, goed. Hier ook. Je hebt nog hier ergens ook. Ja. Maar op zolder. Dit daar naar bij staat. Ja, dat is goed. Jullie hebben dat van